bij de laatste deur, hè? Ja. We gaan naar een andere plek in Utrecht. Er komt een bus aan met een groepje scholieren. En medewerker Jaap controleert hun vervoersbewijzen. Informatie bij. Mag ik hem even? Heb je iets anders waar je naam staat? Portemonnee bij je? Telefoon? Ja? Mag ik even? Waarom wil mijn telefoon? Mag ik heel even? Jaap vraagt assistentie. De jongen wil zich niet legitimeren en de OV-kaart die hij bij zich heeft is niet van hem. Op de foto staat duidelijk iemand anders. Een meneer in de hoek, dat is hem niet. Hij kan geen geboortedatum opnoemen. Geen legitimatie bij hem, helemaal niks. Kun je ergens mee legitimeren? Wat zegt hij? Kunt u zich ergens mee legitimeren? Mag u even naar buiten komen? Jaap neemt tijdelijk het mobieltje van de jongen in beslag om te voorkomen dat hij op de vlucht slaat. Van mij is het niet van jullie. Ik heb legitimatie. Ik heb geen legitimatie. Dan heb je een probleem. Nou. Als je legitimatie hebt, dan ben je niet. Dat ben ik niet. Dat ben ik niet. Ik heb zijn geboortedatum gevraagd, die zei die al niet. Het is 7 mei 1993. Heb je iets van jouw legitimatie? Heb ik niet. Helemaal niks. Je gegevens uitblijken? Je mag mij even doorlopen. Terwijl Jaap en zijn collega met de zwartrijder bezig zijn, is het ook bij Marcel raak. Tweede mogelijkheid is een rituitrekkaart. Precies verbaal is €39, moet je binnen 7 dagen betalen. Ja. Als je gelijk kan betalen contant of pin, is het €25, ben je gelijk vanaf. Je kan pinnen, ja. Je kan pinnen? Ja. Oké. Okay. Zo snel gaat het bij Jaap nog niet. De jongen werkt nog steeds tegen. Je naam, je adres en alles op een papiertje schrijven. Mijn adres ken ik niet, het is al vrij. Oké, dan bel ik nu de politie over. Ja. Ja, mijn naam is op, mijn adres is op. Prima, ik ga verder geen moeite aan besteden. Kom. De jongen doet alsof zijn neus bloedt. Wil je eventjes doorlopen? Dat heb ik je net verzocht. Tijd dus om de politie in te schakelen. We gaan even daar staan. Aan de overkant, alsjeblieft. Laat me even bij deze manier staan. Ik moet vijf zijn. Het bonnetje dat je gepint hebt. Geef mij nog een boetebonnetje en dan zijn we klaar. Jaap werpt nog eens een kritische blik op de OV-kaart van de jongen. Maar hij weet het toch echt zeker. Waarom mag ik mijn OV niet terug? Nee, want dit ben je volgens mij niet. Dan heb je als niet van mij. Maar hij is niet voor jou? Jij hebt geen legitimatie bij je? Ja, ik heb mijn legitimatie niet bij je. Ik heb toch haast. Ik moest 8:30 op school zijn. Ja, maar ja, goed. Wat doe je? Dan moet je zo een spul op orde zijn. Nou, een legitimatie bij je moeten hebben. Als ik elke dag iets anders aantrek, kan ik niet elke dag mijn spullen. Als ik haast, dan kan ik niet elke dag uit mijn andere jas alles er in mijn andere jas gaan doen. Dat is toch allemaal moeite. Ja, het is wel de bedoeling dat zo werkt. Dat is je kan geen adres opgeven. Je weet helemaal niks. Ja, ik ben te vrij, zeg toch. Ja, maar je weet toch wel waar naartoe? Tuurlijk niet, ik weet niet waar. Okay. Ik heb het nieuwe huis nog niet gezien, ik weet niet. Oké, okay. Dus je bent gisteren verhuisd? Ja. Ah, oké. Okay. Wat is jouw adres dan? Oké. Okay. Nou, dan wacht ik toch gewoon even op de politie. Toch vreemd. Als je je nieuwe adres niet weet en je je vorige woning inmiddels ook al vergeten bent. Wat zeg je? Als ik mijn gezicht op tv zie, dan wordt er aanklacht ingediend. Oké. Okay. Nou, was het door mijn werk veel. Zijn nou allemaal op de stoep gestaan daar? Nou, als ik mijn gezicht op tv zie, dan... Omdat ik het zeg? Oké. Okay. Mag even daar staan en dan... We hebben er geen last van. De politie is inmiddels gearriveerd en Jaap praat de agenten die om professionele redenen onherkenbaar is gemaakt eventjes bij. Goedemorgen. Ja, Kersbergen. Een jonge man aangetroffen. Nou, hij lijkt helemaal niet op de foto. Kijk, een geboortedatum kun je opnoemen. Hij heeft geen ideeën bij hem. Hij kan niet vertellen waar hij woont, want hij is net verhuisd. Ja. En het is die jongen met witte petje op. Mooi beeld. Ja? Wat is jouw adres? Dat weet ik niet. Dat weet je niet? Nee. Waarom weet je dat niet? Dat is kroogt veel wiet. Ik ben vergeten. Mag ik aan mijn ouders na vragen? Nee, je hebt niks bij je. Nee, helemaal niet. Ook niets anders. Dan ligt je idee thuis misschien. Wat zeg je? Nee, wij hebben niks opgevraagd. We kunnen niks opvragen, want hij kan geen gegevens geven. Ja, oké.
telefoonnummer van mij hebt? Ja. 619. De jongen gaat mee naar het politiebureau en zal dan moeten blijven tot hij weer weet waar hij woont en dus ook wie hij is. Voor het zwartrijden krijgt hij een boete en hij zal worden vervolgd voor fraude omdat hij de OV van een ander op zak had.